de lusten die zijn voor de commerciële bedrijven die er rijk van worden. Maar de lasten, ja, die zijn voor de buurtbewoners en voor de samenleving. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Vrilkhoven lanceert op de markt in Bokstel een landelijk manifest tegen uitbuiting van arbeidsmigranten. Ook Lilian Marijnissen van de landelijke SP steunt de Vrilkhovense actie. Welkom allemaal. Supergoed dat jullie vandaag er zijn bij dit belangrijke moment. En we zouden hier allemaal niet zijn zonder Marley en Henny, kan ik wel zeggen. Dus ik zou ook graag hen als eerste het woord willen geven. Super. Dankjewel. Ik vind het echt fantastisch dat jullie hier allemaal zijn. Allemaal naar de markt gekomen voor ons belangrijke punt, de arbeidsmigranten huisvesting. En ik vind het heel belangrijk om te benadrukken dat het ons niet om de mensen of tegen de mensen. Wij zijn niet tegen die mensen. We hebben enorm veel bewondering voor mensen die huis en haard verlaten om in Nederland te komen werken. Maar de manier waarop met die mensen wordt omgegaan, hoe het met de huisvesting is geregeld, ja, dat is gewoon echt helemaal mis. De wethouder probeert iedereen in Bokstel gerust te stellen. Zij denkt, of ze zegt het in ieder geval, dat alle problemen in de wijken zullen verdwijnen met de komst van twee grootschalige wooncomplexen. Van ieder 400 arbeidsmigranten, waar deze dan gecentreerd zullen gaan wonen. Let op, dat zijn er dus 800. Kan je wat vertellen over wat jullie als actiegroep allemaal al hebben gedaan? Ja, we hebben best veel gedaan. We zijn al begonnen. In het begin hoor je alleen maar geruchten. Toen hebben we al ingesproken. Dan krijg je maar liefst in de democratie 2 minuten spreektijd bij de gemeenteraad. Hm. Dat is ook hetgeen wat ons ook bezwaart. Je hebt natuurlijk politieke partijen die het college vormen. De 2 grootste partijen hadden in hun verkiezingsleuze: we zijn er voor de burger en inspraak, et cetera. Allemaal niks van terechtgekomen. Ja, je ziet hier een aantal stellingen die wij namens de gezamenlijke bewonersgroepen, dus het is een wij plus 6 andere bewonersgroepen, staan hier de stelling op waar wij voor strijden in het grotere verhaal, echt het landelijk verhaal. En dat is een verandering van beleid, zodat de migratie die we nodig hebben, dat daar ruimte voor is, maar dat de verkeerde migratie en de verkeerde, alle gevolgen daarvan, dat moet gestopt worden. Dit is een manifest, want we kunnen erover blijven praten en er wordt veel over gepubliceerd, maar we hebben de belangrijkste punten staan hierop. Dit manifest gaan wij nu hier ondertekenen als eerste. We presenteren het eigenlijk hierbij. We hebben al wat flyers rondgedeeld, dus de mensen weten wel wat erop staat, denk ik. Maar met die handtekeningen gaan we zoveel mogelijk andere actiegroepen langs. En met z'n allen proberen wij zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om te laten zien in het land de bewustwording bij de burgers in het land en de bewustwording bij de politiek. Want die zijn allebei, denk ik, heel hard nodig. Nou, dat zien we hier. En dan mogen we dus gaan tekenen. Misschien kan ik dan intussen Rinze erbij vragen. Goed zo. Het Vrilkhovens actiecomité wil het verdienmodel van SBA Flex en andere uitzendorganisaties een halt toeroepen. Waarom bent u hier? Nou, ik ben hier om de inwoners van Bokstel te steunen. Dat doen wij al een hele tijd. Tegen hun, eigenlijk in hun strijd voor de komst van, of tegen de komst van heel veel arbeidsmigranten die ze hier willen gaan huisvesten. En ik begrijp dat nu ook, het is niet alleen in Bokstel aan de hand, maar het is een landelijk probleem. Ja, klopt. Ik kom op veel plekken in Nederland. Vandaag in Bokstel, maar ik ben ook in Horst aan de Maas geweest en vele andere plekken waar dit speelt. Eigenlijk door heel Nederland zien we dat, omdat het werkgevers nu vrij staat om zoveel buitenlandse krachten als ze maar willen hierheen te halen om hier te werken. Ja, dat niet meer gaat. Er is te weinig huisvesting, er zijn te weinig voorzieningen. En ook de arbeidsinspectie zegt, ja, de lusten die zijn voor de commerciële bedrijven die er rijk van worden, maar de lasten, ja, die zijn voor de buurtbewoners en voor de samenleving. Hoe staat de VVD hierin, in dit onderwerp? Wij hebben vanaf het begin ervan gezegd dat wij de zorgen van de omwonenden heel erg begrijpen. Dat heb ik ook continu in gesprekken met bewoners aangegeven. Dit is geen democratisch proces. Omwonenden zijn er zelf niet bij betrokken. En daar heeft de VVD ook continu op gehamerd. Dat is eigenlijk onze kijk op in ieder geval de problematiek in het buurtschap Vrilkhoven, waar we vandaag hiervoor staan. En landelijk, bent u tegen de komst van de arbeidsmigranten? Of? Nee, zijn we zeker niet. Er werd vandaag ook genoemd, hè, er zijn 1 miljoen arbeidsmigranten in Nederland. Enkele tienduizenden alleen al in Noord-Brabant. Dus wij hebben de petitie van de SP, die demonstratie hier vandaag ook mede organiseert, hebben wij dan ook niet ondertekend.
En dat gaat u ook niet doen? Nee, de petitie gaan we niet tekenen, maar ik heb net nog even met de buurtbewoners gesproken en nogmaals uitgelegd van ik heb de hele tijd gezegd dat ik het probleem in de buurt helemaal begrijp. Dus die steun heb ik ze ook zeker gegeven en daarom ben ik vandaag als VVD ook hier. Ik ben hier omdat ze van plan zijn om hier een huisvestingslocatie te bouwen voor 400 arbeidsmigranten. De bewoners zijn dat tegen en de SP ook en daarom komen we hier in actie. Ik vind de opkomst eigenlijk een klein beetje tegenvallen. Het haalt zeker iets uit, want er wordt naar geluisterd. Er lopen hier ineens allemaal wethouders rond. Er is landelijke en lokale media aandacht voor wat er hier dreigt te gebeuren in Boksel. Hè, dat die plek daar gebouwd gaat worden. En alle beetjes helpen om die druk zo op te voeren om ervoor te zorgen dat die plek daar niet komt. Maar wat voor de SP en voor mij ook heel belangrijk is, is dat dit staat niet op zichzelf. Dit speelt op zoveel meer plekken in Nederland en daar gaan wij ook aandacht voor vragen. Nou, want u spreekt van een corrupt businessmodel. Kunt u dat uitleggen? Nou, daarmee bedoel ik dat uitzendbureaus schathemeltje rijk worden over de rug van arbeidsmigranten, terwijl ze bijvoorbeeld te weinig betalen of te veel vragen voor de huisvesting. U heeft ze boeven genoemd. Zeker, ja. En dat is nog vriendelijk uitgedrukt. Want ik vind dat als jij je schuldig maakt aan een vorm van slavernij, hè, want er worden ook soms mensen gewoon paspoort afgepakt, vastgezet in een zogenaamd polohotel en vervolgens krijgen ze te weinig betaald. Ja, dan vind ik dat je crimineel bezig bent en dat je in de bak thuis hoort. Ik heb dan de actievoerders ook gevraagd, is het niet een beetje David tegen Goliath van ja, machteloosheid, we gaan het toch niet winnen? Nou, we gaan dit zeker winnen, want we gaan ervoor zorgen dat er aandacht voor komt en we gaan ervoor zorgen dat we samen met de bewoners actief blijven en we gaan ze daarbij blijven ondersteunen. Maar we gaan sowieso winnen dat we dit ook breder gaan trekken, dat dit ook op heel veel andere plekken in Brabant speelt. Hè. Ook in Riel, ook in Veghel, op heel veel plekken zijn dit soort plannen liggen er op tafel en die moeten van tafel. Wat is het alternatief? Want je kan maar roepen, we willen geen arbeidsmigranten of het zijn er te veel, maar wat dan? Wij willen een tijdelijke algehele stop op economische migratie om de boel weer op orde te krijgen. De arbeidsinspectie zegt nu, ja, mensen worden zoveel uitgebuit, wij kunnen het gewoon eigenlijk niet meer handhaven. Ik vind dat je daar niet van mag wegkijken als samenleving. En daarna vinden we dat we arbeidsmigratie moeten reguleren. En dat betekent dat als jij iemand nodig hebt uit het buitenland om hier te komen werken, dat jij moet aantonen als werkgever waarom. Dus heb je goed gezocht in Nederland, betaal je goed, allemaal dat soort dingen. Is er dan ook fatsoenlijke huisvesting, zijn er fatsoenlijke voorzieningen? Dan kan een arbeidsmigrant komen en anders niet. Ik heb vroeger al geleerd, je moet het probleem bij de wortel aanpakken. Ja. Wij hebben hier een heel groot bedrijf dat heet Fion. Ja. Zit daar ook niet voor een groot deel het probleem? Ja, je ziet door heel Nederland, hoor. Dat speelt echt niet alleen in Boksel, maar hier ook. Maar je ziet door heel Nederland dat bedrijven er baat bij hebben om veel arbeidsmigranten hierheen te halen. Want ze kunnen daardoor ook de lonen laag houden. Dat is absoluut ook een heel duidelijk argument. En ja, zij hoeven ook helemaal aan geen voorwaarden te voldoen. En dat is nu de situatie omdat arbeidsmigratie binnen de Europese Unie totaal niet is gereguleerd. Nou, die gekkigheid die moeten stoppen. Dus wij vinden er moet nu een tijdelijke stop komen en daarna goede regulering. Marley, hoe ging het? Nou, ik vond het super gaan. Ik hoop dat het ook duidelijk was voor iedereen. Want ja, wij hebben zoveel punten die we kunnen noemen, maar we willen het echt proberen bij de kern te houden. We willen ook echt proberen duidelijk te maken dat wij niet tegen de mensen zijn, maar tegen het systeem. Ik ben blij met de steun die wij krijgen van de Bokselse bevolking. En de aandacht ook die wij krijgen in de pers, want dat is niet onbelangrijk. Want wil je beleid veranderen, moet je de mensen ook informeren over wat er aan de hand is. Wij krijgen via de social media enorm veel bijval. Er zijn al heel veel handtekeningen gezet. We waren zelf al met de online handtekeningenactie begonnen. Die teller die loopt gewoon maar door. Nee, ik vind het niet dat het niet geslaagd is als hier niet heel de markt vol staat. Nee, het is al geslaagd. Succes. Dankjewel. Graag gedaan.